kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een bijzondere video voor jullie. Eigenlijk een video wat nog niet echt op mijn kanaal is geweest en wat ook niet heel veel op YouTube te vinden is nog. Namelijk Mental Monday. Mental Monday is een serie die ik vanaf nu ga starten op mijn kanaal. Heel februari komt er op elke maandag een Mental Monday aflevering online. Dat is dus eigenlijk een video waarin ik bepaalde mentale aspecten ga behandelen. En die voornamelijk gaan over angststoornissen of angst, paniek, stress, burn-out, depressie. Hoe je daarmee kan omgaan, hoe dat eigenlijk allemaal is, etc. Misschien ben je nieuw op mijn kanaal en misschien ken je me nog helemaal niet zo goed. Maar misschien vraag je je wel gewoon af van, Floor, wat is dit voor iets? Nou, dat kan ik heel goed begrijpen. Ik ben namelijk Floor en vorige week is er een video online gekomen. Eigenlijk een trailer van een minuutje. En daarin hebben jullie het een en ander kunnen zien. Ik raad je sowieso aan om die video eerst te kijken en daarna pas deze video te kijken. Omdat die eerste video een trailer is. Dus eigenlijk een soort intro van de video's die nu allemaal gaan komen. Ik heb namelijk een angststoornis. Ik heb gegeneraliseerde angst en hypochondrie. Wat dat allemaal inhoudt en zo ga ik later allemaal op verder in. Maar ik heb dus degelijk wel last van, nou ja, gehad van paniekaanvallen. Ik heb heel veel angst. En met deze serie wil ik eigenlijk het taboe om mentale gezondheid, om daarover te praten, wil ik doorbreken. Want daar wordt nauwelijks over gepraat. Ja, daarvoor is deze serie. Dus check eerst die intro. In die intro kun je namelijk in beeld zien hoe het is om een paniekaanval te ervaren. Dus echt om paniekaanvallen. Hoe voelt dat? Wat gebeurt er met je? Wat gebeurt er met je lichaam? Wat gaat er door je heen? Precies dat kun je zien in die video. Mocht je zelf last hebben van paniekaanvallen, dan is dat zeker de moeite waard om te kijken. Want wellicht herken je wat. En dan is dat ook een fijn gevoel als je iets herkent. En mocht je er helemaal geen last van hebben van paniekaanvallen of van angst, en je bent daar wel heel geïnteresseerd naar, dan kun je die video ook kijken. Want door middel van beeld laat ik zien hoe dat is en wellicht krijg je een beetje een indruk ervan hoe het is en hoe het voor een ander kan zijn die er wel last van heeft. Deze video is opgedeeld in 4 delen om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. Deel 1 is een stukje disclaimer. Deel 2 is mijn verhaal. Dat gaat over de paniek, over de angstaanvallen, over alles eigenlijk van A tot Z. Deel 3 is een stukje uitleg hoe werkt nou eigenlijk het angstsysteem en nog wat enkele tips die je wellicht kan gebruiken als je er last van hebt. En deel 4 is het, ja, afsluitingsstukje. Dan gaan we het gewoon afsluiten in deze video. De allereerste Mental Monday video, daar kijken jullie dus nu naar en daarin komen jullie te weten wat mijn verhaal is, de uitleg over alles en nog wat, over het angstsysteem, hoe het brein eigenlijk een beetje werkt. Heel kort voor nog wat enkele tips, maar dus echt vooral mijn verhaal, dus best wel persoonlijk. En in de volgende Mental Monday die volgende week is, wordt er weer iets anders belicht of komt iets anders aan bod. Dus het is een hele serie met allerlei onderwerpen die gaan over mentale gezondheid. Laten we beginnen met het allereerste deel van deze video, namelijk een disclaimer. Ik ben geen expert, ik ben geen psycholoog, ik ben geen wetenschapper, ik ben gewoon een 19-jarige student die media studeert en die last heeft toevallig van paniekaanvallen, van angst en die daarmee moet leven. Ga bij twijfel altijd naar de dokter. Voel jij iets raars? Voel je niet chill? Gewoon weer over praten? Ga naar de dokter. Ik ben geen dokter. Zoek dus hulp of praat met iemand die jij vertrouwt. Dat is echt heel erg belangrijk. Alles wat ik ga vertellen in deze serie Mental Monday is mijn verhaal, mijn tips, mijn ervaring die mij is overkomen. Dus echt geprojecteerd op mij. Het doel van deze serie is dat ik herkenning wil creëren, maar tegelijkertijd ook een taboe wil doorbreken. Dus mocht je het herkennen, enkele symptomen, of mocht jij het hele verhaal herkennen, praat er met iemand over. Ga naar de dokter. Ga naar je ouders toe, naar je vriendin. Iemand die je vertrouwt en praat erover. Het is dus absoluut niet bedoeld om aandacht te trekken of om medelijden te creëren. Dat is gewoon, als je dat alleen al denkt, dan snap je het hele nut van deze video niet. Van eigenlijk al deze video's niet. Het is dus echt bedoeld om het onderwerp wat ik ga behandelen, om dat te belichten en om, ja, awareness hierover te creëren. Mocht jij last hebben van paniekaanvallen, angst, stress, weet dat ik in deze video mijn verhaal ga delen. En weet dat daar wellicht een trigger kan zijn voor jou. Raak niet in paniek. Sta gewoon even op. Loop even naar de keuken. Pak een glas water en, ja, haal even wat frisse lucht en ga weer naar binnen
naar waar je de video keek. En kijk dan gewoon vooral rustig verder. Het is oké en you got this. Dan de allerlaatste disclaimer die ik wil vertellen is: heb jij geen last van angst, van stress, van paniek, van paniekaanvallen, van depressie, van burn-out? Kijk dan deze video vooral niet. Klik hem gewoon weg. Deze video is dan niet voor jou bedoeld. Er zijn genoeg andere video's te zien op YouTube. Wellicht heb je ook helemaal geen zin in deze negativiteit. En dan raad ik het je gewoon aan om niet te kijken. Kijk dan vooral iets wat jou wel ligt. En ja, daarvan is ook genoeg keuze op YouTube. Dus kijk het gewoon niet. Mocht jij dus geen last van hebben en je bent wel heel geïnteresseerd hierna, hoe het nou eigenlijk allemaal is en hoe dat nou allemaal gaat, dan kunnen deze video's ook heel handig zijn voor jou. Om er wellicht wat informatie uit te halen. Of misschien ken jij iemand die er last van heeft. En kom je een beetje door mijn ervaringen achter hoe dat kan zijn. Oké, dat is de disclaimer die ik van tevoren echt even gezegd wil hebben. En dan gaan we nu beginnen met mijn verhaal. Ik zou zeggen, deze video wordt het langst van alle video's. Ik wil er ook niet te veel in knippen. Ik kom wel heel slecht uit mijn woorden, omdat het ook best wel persoonlijk is. Ik kom sowieso altijd heel slecht uit mijn woorden. Dus wellicht dat ik dat soort dingen eruit knip. Maar voor de rest wil ik het zo puur natuur houden. Wat ik wil zeggen, pak een kopje thee, cafeïnevrije. Eigenlijk theïnevrije, ga ik straks allemaal op in. En of wat water en ga lekker zitten. Maak het jezelf comfortabel. Wellicht in je eentje dat je dit wil kijken. Mijn verhaal. Zoals ik al vertelde, ik ben nu 19 jaar. Mijn naam is dus Floor Delver en ik heb last van een angststoornis. Wat eigenlijk een maand geleden of misschien nu 2 maanden geleden echt pas is gediagnosticeerd. Ik hou sowieso niet echt van labels. Ik bedoel, ja, het maakt het niet anders de situatie en het is ook helemaal niet erg. We gaan beginnen met mijn verhaal. Die ik vertel om herkenning te creëren. Omdat ik weet hoe het is als je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Ik weet hoe het is om je niet begrepen te voelen. En ik weet ook hoe het is om in je omgeving ja, te leven zonder dat hier sprake van is. En dat dat heel eenzaam kan voelen. En dat je je eigenlijk een soort van gek begint te voelen. Gewoon, je maakt jezelf gek. Vandaar deze video. Het is wellicht heel persoonlijk. En ik snap ook dat heel veel mensen denken van, goh, wil je dat wel delen? Er kunnen van allerlei gedachten komen. Ja, ik wil dit delen. Ik vind het totaal niet erg. Ik vind het juist heel goed dat dit gedeeld wordt. Ik vind ook dat mensen die denken dat dit voor jezelf gehouden moet worden, dat je dit niet naar de buitenwereld moet communiceren, dat is eigenlijk al het probleem. Dat is de taboe. We moeten erover praten. Het is oké. Het gaat niet alleen over shoplogs. Het gaat niet alleen over verhuizingen of over leuke dingen of verjaardagen. Nee, dit soort dingen spelen ook gewoon in het leven. En dat mag ook laten zien worden en gezien worden. Dus vandaar mijn verhaal. Nu gaan we echt beginnen. Officieel begint mijn verhaal op dit gebied december 2019. Totdat ik laatst dus een video terugkeek van mezelf. In die video, in die vlog zag ik dat ik in maart 2019 al voor de eerste keer naar de dokter ben geweest. Omdat ik last had van hartkloppingen. En die had ik nog nooit gehad. En überhaupt wist ik niet hoe dat voelde. Maar nu achteraf kan ik vertellen dat het hartkloppingen waren. En het grappige is eigenlijk, of nou ja, het grappige. Ik kom er pas letterlijk een paar weken achter dat in maart het allemaal is begonnen. Ik wist niet meer dat ik in maart naar de dokter ben geweest om dat te laten checken. Dus in maart 2019 heb ik al signalen gehad van mijn lichaam. Die ik gewoon heb genegeerd en gewoon door ben gegaan. En als ik dat zo bedenk, dan denk ik echt, oh my god. Why? Maart 2019 ben ik namelijk naar de dokter geweest. En in die vlog ben ik eigenlijk heel nonchalant over. Ik vind mezelf sowieso heel erg veranderd op dat gebied. Op elk vlak vind ik mezelf veranderd, maar wel in een positieve zin. Ik ben toen naar de dokter geweest omdat ik mij niet chill voelde. Ik voelde mij toen niet chill, ik voelde mij benauwd, ik had last van hartkloppingen. En dat zit in mijn familie. Mijn opa's hebben het gehad, die zijn hartpatiënt geweest, zijn en geweest helaas. En mijn vader ook. En mijn vader die heeft sowieso echt veel doorgemaakt. En heel heftig. Maar ik heb dus altijd al eigenlijk van dichtbij gezien dat in onze familie heel erg veel hartpatiënten zijn. En dat is heel heftig. Dus op het moment toen ik in maart 2019 mijn hart heel hard begon te voelen. En het voelde gewoon niet fijn. En het voelde heel raar. En ik had het nog nooit gehad.
vertrouwde ik het niet. Dus ik ben toen naar de dokter geweest en ik heb een hartfilmpje laten maken en onderzocht. En het was allemaal oké. Omdat het allemaal oké was, kwam ik gewoon weer thuis. Het was oké volgens de dokter, niks aan de hand, dus dan ga je door. Want ja, er is niks. Terwijl eigenlijk op dat moment al een alarmbelletje ergens had moeten afgaan van goh, Floor, je lichaam doet dat niet zomaar. Misschien is het iets anders, misschien iets niet lichamelijks. Dus misschien ben je lichamelijk wel oké, maar misschien is er iets anders. Heb ik niet gedaan. Ik moet zeggen, ik was ook best wel jong. Ik was net 18. Nee, ik was nog niet eens 18. Ik was 17. Dus dan ga je daar ook niet over nadenken. Dan denk je gewoon, oké, het zal wel. Toen was het op een gegeven moment december 2019. En ik weet nog als de dag van gisteren hoe het allemaal is gegaan. Echt, het is zo snel allemaal gegaan. En dat te bedenken dat het alweer meer dan een jaar geleden is. Oh my god, oké. In december kreeg ik voor mijn gevoel dus voor het eerst weer echt last van hartkloppingen. Ik kreeg het benauwd, ik kreeg een druk op mijn borst en ik snapte gewoon niet waar dat vandaan kwam. Dus uiteraard ging ik weer naar de dokter. En dat raad ik jou ook aan om altijd gewoon naar de dokter te gaan en altijd laten onderzoeken. Want wellicht is het wel heel wat anders. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ging naar de dokter en ik heb het weer laten onderzoeken en er was niks aan de hand. Toen dacht ik gewoon weer van, nou ja, oké, zal wel, niks aan de hand, door met het leven. Nou, door, inderdaad door. Ik had 3 banen tegelijk. Ik zocht nog naar een 4e baan. Ondertussen deed ik een studie HBO Creative Business. Dat is ook gewoon een fulltime studie. Met 3 baantjes, of nou ja, bijna 4 baantjes ernaast. En daarbij ook nog dingen meegemaakt wat ook niet je van het is. Nou ja, zoals ik net al vertelde, mijn vader is best wel ziek geweest ook. Hij is hartpatiënt. Bij mij ging mijn relatie net uit. En ik heb dat nooit bewust ervaren. Ja, ik heb het ervaren, maar ik ben altijd doorgegaan. Ik ben er nooit echt bij stilgestaan. Wat ook heel gevaarlijk is natuurlijk. Dus op een gegeven moment toen kreeg ik nog meer last van mijn hart. Weer benauwd, drukkend gevoel. Ik snakte naar adem, ik begon te zweten. En ik weet nog wel dat ik met mijn vader en mijn zus Chinees zat te eten in een Chinese restaurant. Er was nog geen corona trouwens, toen dit allemaal afspeelde. En ik zat daar Chinees te eten en ik voelde me niet goed gewoon. Echt niet goed. Dus ik zei dat ook van jongens, ik ben weer heel erg benauwd en dit en dat. En ik voelde me ook wel een beetje zeurkous, want ik was net naar de dokter geweest. Dus er was niks aan de hand. Dus Floor, dan moet je ook niet zeuren, hè, dat stemmetje in je hoofd. Gewoon doorgaan, is niks aan de hand. Nou, dus ik gaf het wel aan, maar ja, we hadden er gewoon over gepraat. En verder, ja, doe je er ook niet per se wat mee. Totdat het op een gegeven moment escaleerde. In plaats van dat het wekelijks kwam, werd het elke dag. Ik kreeg hartkloppingen, ik begon te zweten. Ik werd ook best wel vaag en druk. En ik kreeg geen adem nodig. Echt warm. En het was zo vaag. Dus toen ben ik echt elke keer toen ik dat gevoel kreeg naar de dokter geweest. Wat resulteerde dat ik misschien wel 10 keer in december naar de dokter ben geweest. En ik schaam me er ook niet voor. Ja, op dat moment wel, nu niet. En elke keer kwam ik weer terug van de dokter. En zei de dokter, ja, maar er is niks, Floor, er is niks. Dus ja, dan ga je gewoon weer door. Totdat ik op zaterdag moest werken. Ik werkte destijds nog in een kledingwinkel, Lily, in Nijverdal. Waar ik echt heel leuk heb gewerkt altijd. En mijn collega's wisten er al wel een beetje van. En ik stond in de winkel. Ik was er echt net. Volgens mij begon ik toen om 9:30. En ik was er echt net om 9:30. En ik stond daar achter de kassa. En ik werd mijn partijtje niet goed. Ik begon weer helemaal te zweten. Ik kreeg hartkloppingen weer. Werd me benauwd. En mijn arm begon te tintelen. Dus ik dacht, oh mijn god, ik krijg een hartaanval. Het is niet goed. Dus ik werd helemaal niet goed. En in die moment dat je gewoon niet goed begint te voelen, ga je in je hoofd helemaal tollen. Dus mijn collega stond in de winkel. En ik raakte een beetje in paniek. En ik zei van, ja, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Dus ik ben toen naar achter gerend. En ik ben mijn vader gelijk gaan bellen. Want ik moest gewoon even mijn vader bellen of zo op dat moment. Zo voelde het. Dus ik heb mijn vader gebeld. En ik begon helemaal te huilen. En ik zeg, dit is niet goed. Het begint gewoon te tintelen er nu nog bij. Weet je wel. Dus mijn collega kwam op een gegeven moment ook. En ja, dat was echt heel lief. Ze was echt heel erg lief. Ze zei, Floor, ga naar huis. En doe rustig aan. En mijn vader zei ook, ja, we gaan nu naar de dokter. Ik zei, ja, maar het is zaterdag. Dan zijn de dokters dicht, weet je wel. Ik had er ondertussen al een beetje ervaring in.
Nou, dan gaan we naar de spoedpost. Dus ik ging naar huis. Ik had eerst mijn baas gebeld van, goh, dit en dit. En zei ze ook van, ga naar huis, doe rustig aan, weet je wel. Ze was zo lief. Pak een theetje, ga Netflixen. Gewoon echt heel erg lief. Dus ik ben naar huis gegaan en mijn vader is toen mij komen... Nee, dat is niet waar. Mijn vader is niet komen ophalen, want mijn vader woonde toen al in Apeldoorn en ik zelf in Nijverdal. Bij mijn moeder. Dus mijn moeder is met mij meegegaan met mijn zus, want ze waren allemaal wel een beetje onrustig. Ik ook. En toen zijn we naar Almelo gereden, naar het ziekenhuis, naar de spoedpost. En ik voelde me nog steeds niet goed, nog steeds die hartkloppingen, nog steeds die tintelingen in mijn arm. En toen heb ik mezelf weer laten onderzoeken. Ja, ik weet nog wel dat de dokter zei van, ja, Floor, dat was dus weer een andere dokter. Wat eigenlijk best wel chill is, want dan heb je van meerdere doktoren gehoord of het goed is of niet. Nou, en ook die dokter zei, ja, er is niks aan de hand en je moet gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en dit en dat. Dus ik zat daar en ik dacht, meen jij dit? Ik voelde me zo alsof ik gek werd. Ik dacht, ja maar jongens, ik voel dit toch. Hoezo is er niks, weet je wel? Elke keer weer kwam ik bij de dokter en werd er verteld dat er niks aan de hand was. Dat het allemaal in je hoofdje zat en dat ik gewoon weer naar huis kon. Dus ik voelde me op een gegeven moment echt een beetje dat ik dacht, ja maar waarom heb ik dit dan? Als er niks is, waarom overkomt mij dit dan? Dus ik werd er ook wel een beetje gek van op een gegeven moment. In het begin was het echt dat ik onrustig was en op een gegeven moment dacht ik ook echt van... Dat ik een beetje boos ervan werd. Dat ik dacht, ja maar hoezo is er niks? Dus op een gegeven moment weer naar huis gegaan en echt alles kwam eruit. Ik was er helemaal klaar mee. Ik dacht, ja maar hoezo is er niks aan de hand? Hoezo ga ik naar een dokter? Vertelt hij me dat er niks is, maar waarom voel ik het dan? Tot zover mijn hartverhaal. Ik hoop dat je tot nu toe het nog volhoudt. Ik hoop dat je nog geen trigger hebt gehoord of gehad. Zowel, het komt goed. Let op. Wacht tot het einde van de video. Ik ga weer door met mijn verhaal. Dus in het begin was het vooral hard. Totdat echt het ergste ooit qua gevoelens gebeurde. Ik was bij mijn vriend thuis en ik was druk bezig met het oefenen en het leren van een toets die ik had. Een tentamen. En ik weet nog wel dat ik dat best wel een lastig tentamen ook wel vond. Gewoon, ik moest animeren en dat is echt een heel ingewikkeld en technisch iets. En ik ben op een gegeven moment niet vaak meer naar school geweest. En terwijl ik eigenlijk alleen maar 8en, 9's of 10's haalde. Dat zegt eigenlijk ook alweer genoeg hè, over je gedrag. Maar ik was zo perfectionistisch als een neet. Ik leerde echt 8 uur op een dag vol. Kwartiertje pauze, even eten en dan weer vol door met leren. Op een gegeven moment trok ik het dus niet meer om elke keer weer naar school te gaan. Omdat ik dus gewoon zoveel last had van... mezelf en mijn lichaam die niet meewerkte. Dus ik heb ook heel vaak op school een paniekaanval gehad. En ik trok het gewoon niet. Dus op een gegeven moment ben ik echt, omdat ik wist, ik sta er heel goed voor. En ik wist dat ik het kon. Ben ik niet naar bepaalde lessen gegaan. Omdat ik gewoon thuis moest zijn. Want ik wist niet wat er gebeurde. Maar ik kon gewoon niet op school zijn. Nou, dus dat resulteerde ook weer in die praktijkvakken. Dus in die animatietoets wat ik eigenlijk moest, dat dat wat lastiger ging, want daarvoor moest je wel echt eigenlijk hebben opgelet in de les. Dus ik weet ook wel dat ik mezelf helemaal heb aangeleerd en dat ik daar gewoon een beetje mee aan het oefenen was. Uiteindelijk heb ik ook gewoon een 6 gehaald, een 6, dat is voor mij dus best wel laag. Maar op dat moment was ik er heel blij mee. Maar goed, daar gaat het niet om. Ik zat op de bank dat te oefenen. En ik weet nog wel dat ik dus op de bank zat bij mijn vriend. En mijn vriend die stond volgens mij in de keuken koffie te maken, of hij was in de keuken en ik zat alleen op de bank. En ik voelde me niet goed worden. En wat ik toen heb gevoeld, wil ik nooit meer in mijn leven voelen. Ik begon allemaal schokken te voelen en tintelingen gewoon door heel mijn hoofd. Gewoon, het werd helemaal vaag in mijn hoofd. En tintelingen, schokken en ik weet nog wel, toen dat gebeurde, dat ik echt dacht, holy shit. Nou, dat gebeurde dus en in 10 seconden heb ik echt gedacht, ik krijg een herseninfarct. Ik weet niet hoe het voelt, maar dit voelt niet oké. Ik krijg een beroerte, het gaat niet goed. Dus uit paniek ben ik echt gaan schreeuwen naar mijn vriend van, Sam, kom hier. En ik weet niet wat ik allemaal heb gezegd, maar ik heb echt geschreeuwd gewoon van om hulp. En hij kwam eraan en ik begon te huilen. En oh, wat ellende, dat was zo naar. Nou, en na 10 of 20 seconden ging dat gevoel ook weer weg. En ik weet nog wel dat ik toen het wegging, dat ik echt zat te wachten wanneer komt het weer. We moeten 112 bellen, dit is niet oké. Het gebeurt nou iets in mijn hoofd wat niet oké is. Ik heb een hersenbloeding, herseninfarct of een beroerte. Ik weet niet wat ik heb, maar iets geks. En nou ja, goed, paniek dus in de tent. En mijn vriend was ook heel lief, is heel lief. En maakte me echt gerust en zo, maar
ja, hij dacht ook wel van, what the fuck, shit hé, wat moet ik doen? Dus hij moest op een gegeven moment naar zijn werk in de middag. En hij wou niet naar werk gaan, want hij wou bij mij blijven. En ik was natuurlijk nog steeds helemaal in shock van wat er was gebeurd. Dus ik zei ook wel van, nee, ga naar werk, weet je. Het is alweer weer weg, het is oké, is niks aan de hand. Het zal wel weer tussen mijn oren zitten. Nou, dus hij is op een gegeven moment wel naar werk gegaan. En toen heb ik gewoon met mijn vader gebeld. Heb ik het weer uitgelegd en zo. En ja, hij zei, Floor, we gaan naar de dokter, want dit hoort niet. Dat is niet oké. Dus toen ben ik ook naar de dokter geweest en toen was het januari ongeveer. Ik weet nog wel dat ik bij de dokter kwam en dat ik dus ging vertellen na al die keren ter weer zijn te geweest voor mijn hart, kwam ik nu voor mijn hoofd. En ik vertelde van, ja, goh, ik heb gekke schokken gevoeld, gekke tintelingen, ik heb hoofdpijn, het trekt heel erg. Nou, allemaal ellende. Dus de dokter die zei ook van, ja, heb je last van verlammingsverschijnselen of dubbelzicht of iets? En ik dacht, nou nee. Dus ik zei, nee, ja, nee. Toen dacht ik alweer, oh, het is weer zo laat, weet je wel, er is niks aan de hand. Dus de dokter zei, ja, zo hoe ik het nu hoor en zo is er niks aan de hand. En volgens mij heb je heel erg veel last van stress. En ik dacht, stress? Komt dit van stress? Nee, dat komt toch niet van stress? Maar ja, ik zat daar en ik dacht, nou ja, het zal wel, de dokter weet het toch? Dus, oké, prima, last van stress. Ik naar huis ga met mijn vader. En ik dacht, nu moet ik wel iets anders gaan doen. Maar ik wist ook niet wat. Ik wist niet waar ik moest aanpakken. Dus we gingen gewoon weer een beetje door met het leven. Totdat ik dus echt niet meer naar school kon. Ik trok het niet meer. Ik was elke minuut van de dag, elke seconde van de dag bezig met mezelf. Met hoe ik mij voelde. Met mijn lichaam. Met mijn... gewoon alles. Het ging gewoon niet. En ik kon de focus die ik altijd heb gehad voor school, goede cijfers halen, kon ik niet meer halen. Ik kon niet meer naar lessen. Ik trok het niet. Ik kon niet focussen, ik kon niet concentreren. Alles wat mensen tegen me zeiden, kwam niet binnen. Gewoon niks. Gewoon blackout, niks. En ik weet nog wel dat ik echt met struggles naar school ging. En dat ik echt dacht, dat. Dus op dat moment, op een gegeven moment, heb ik voor mezelf besloten, ik trek dit niet meer. En ik heb daar een heel gesprek met mijn vriend toen over gehad. En hij zei ook, Floor, dit wordt hem niet. Dit kan gewoon niet zo. Dit gaat niet langer. En ik heb heel veel mental breakdowns gehad. Gewoon die hele periode. Ik wist niet wat me overkwam. Die periode is zo onzeker geweest. En dat in mijn hoofd opkwam van, jongens, ik trek het niet meer. Misschien moet ik even break, time out en stoppen met school. Was echt iets wat ik niet van mezelf had verwacht. Omdat ik gewoon altijd doorging. En echt altijd doorging. En het ging altijd zo goed. En school ging ook zo goed. En waarom overkomt mij dit? Maar ja, ik had dus met mijn vriend heel gesprek. En toen kwam ik eigenlijk wel achter dat ik het echt niet meer trok. Ik kon het niet meer. Ik trok het niet meer. En dat bleek ook wel, want ik had er ook onvoldoendes. Ik moest herkansingen. Terwijl ik dat nog nooit had gehad. Ik heb er heel lang toen over nagedacht. En heb toen besloten om te stoppen met school. Voor eerst een halfjaartje. En ik weet nog wel dat ik dat ook heel lastig vond om te vertellen tegen anderen om mij heen. Tegen mijn ouders. Terwijl ik wist dat mijn ouders er wel een begrip voor zouden hebben. Want ze willen gewoon het beste voor mij. Maar het voelde toch als falen. Want hoezo stop je? Het gaat toch zo goed op school? Je hebt alleen maar hoge cijfers. Vind je het wel leuk? Krijg je gelijk die vragen, weet je wel. En dat snap ik. En ja, ik heb hoge cijfers. En ja, ik vind de opleiding nog steeds heel erg leuk. Maar het gaat gewoon niet meer. Dus ik heb besloten om om te stoppen met school. En mijn ouders stonden er ook heel erg achter. En daar was ik ook heel erg blij mee. Dus ik heb ook gewoon per direct ben ik gaan stoppen. Niks afgemaakt, gewoon bam. Ik heb nog wel een paar, die twee herkansingen moeten halen. Zodat ik gewoon die periode had afgesloten. En die heb ik uiteindelijk ook gehaald. En daar was ik heel erg trots op. Want dat waren echt de laatste beetjes wat ik nog in me had. En in februari ongeveer ben ik gestopt met school. En toen dacht ik echt, oké. Ik ga aan mezelf werken. Ik ga alles doen wat goed is. Ik moet hiervan af. Ik weet niet wat ik heb. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar dit kan gewoon niet. Dus ik moet aan mezelf werken. Op dat moment was het echt moet, hè. Ik moet dit. Ik moet dat. Maar nu denk ik heel anders. Maar oké. Dus op een gegeven moment, ja, sudderde dat gewoon door. Ik kreeg nog elke dag last van die hoofdpijn. Nog elke dag last van tintelingen in mijn hoofd. Van schokken. Van trekgevoel, duizelingen, hoofdpijn. Dus ik ben gaan googlen. En dat moet je nooit doen. Ik ben gaan googlen, want ik dacht, de dokter weet niet wat het is. Die kan mij niet helpen. De rest weet allemaal niet wat het is. Dan moet ik het zelf maar oplossen. Ik kan niet zo blijven doorgaan, want het gaat niet. Dus ik moest iets doen. Dus Google. Nou,
niet het goede voorbeeld dit. Ik ben gaan googlen en daar kwam natuurlijk het ergste van het ergste uit. Namelijk hersenkanker. Tumor. Dus ik was volledig overtuigd dat ik dat had. Want ik voelde gewoon dat het zo was. Dus ik heb echt vanaf januari, februari tot wat zou het zijn. Ja, echt heel lang. Ik denk 8 maanden lang. Ben ik ervan overtuigd geweest. Nou, ik denk vooral de eerste 3-4 maanden. Ben ik echt compleet overtuigd van geweest dat ik ziek was. Dat ik iets geks had. Nou ja, hersenkanker of tumor. En dat ik, nou ja, waarschijnlijk doodging. Want dat is wel heel heftig allemaal. En ik weet hoe dit klinkt naar jullie toe. En ik snap dat misschien, als jij hier geen ervaring in hebt, dat heel heftig is. En dat was het ook. Maar het komt goed. Die periode ben ik echt heel depressief geweest ook. Het ging gewoon niet meer. Ik had mezelf overtuigd dat ik doodziek was. Elke dag leefde ik met pijn. Het klinkt heel dramatisch, maar het was ook echt zo. En ik probeerde ermee te leven, want ik ging elke keer maar weer naar de dokter. En die vertelde me gewoon dat er niks aan de hand was. En op een gegeven moment dacht ik, ja Floor, zet het van je af. Dus ik ben toen echt met mezelf in strijd geweest van, oké, ik voel dit nu. Ik ben duizelig of ik heb hoofdpijn, ik heb weer schokken. Het is oké, de dokter zegt dat er niks is, dus laat het los. Totdat het op een gegeven moment dacht ik kan dit niet. Ik kan dit niet alleen. Dus ik ben gaan googlen weer. En toen kwam ik uit op Geert van angstoverwinnen.com. Absoluut geen spon. Niks geen spon in deze video. Dat zou ik absoluut ook niet doen in dit soort video's. Vind ik niet gepast. Maar ik geef gewoon mijn verhaal en mijn ervaring. En dat is wat ik op dat moment heb gedaan. En ik kwam op zijn video's. Of op zijn site. En ik zag dat hij allemaal video's had gemaakt. Over angst en paniek. En ik dacht, nou ja, oké, het zal wel. Ik klikte er gewoon in aan. Want hè, je bent echt wanhopig. Je denkt, ik wil iets wat helpt. En niemand om mij heen heeft het. Ik voel me niet begrepen. Ik voel me eenzaam. De dokter begrijpt me niet. Mijn omgeving probeert me te begrijpen. Maar kunnen het ook niet begrijpen. Ik begrijp mezelf niet wat er met me aan de hand is. Dus Google. Dus ik ben weer gaan googlen. En toen kwam ik dus op angstoverwinnen.com. En dat was Geert. En ik klikte een filmpje aan. En ik weet nog wel dat ik alleen thuis was op de bank. En ik keek zijn filmpje over zijn verhaal. En ik keek dat en ik had het gekeken. En ik begon te huilen. Te huilen. En ik dacht, wow, deze man begrijpt mij en precies wat hij zegt voel ik ook zo. Dus ik was helemaal van me apropos en helemaal van, oh mijn god, ik ben niet gek, ik ben niet alleen. Deze man, die heeft er al 14 jaar last van en het is oké, weet je, hij heeft het ook en ik ben niet gek. Dat was gewoon het enige wat in mij opkwam op dat moment. En ik ben ook gelijk die filmpjes van hem allemaal gaan bekijken en gaan onderzoeken van, nou ja, goh. Ik kwam toen ook voor het eerst in aanraking met de termen paniekaanvallen, met gegeneraliseerde angst, met hypochondrie, met al die termen. Het angstsysteem, vecht- en vluchtreactie, adrenaline, nou al die onzin. Of onzin, al die dingen. Er was een hele nieuwe wereld voor me opengegaan en ik voelde me begrepen en ik had dus gelijk die filmpjes naar mijn vader gestuurd, naar mijn moeder, naar mijn vriend, naar mijn zus. Gewoon mensen die, mijn vriendin, die het dan misschien gingen begrijpen. Dus ik had het doorgestuurd en ja, ik weet nog wel dat mijn vader echt zei, Floor, ik vind het zo fijn dat je dit hebt gestuurd, want ik begrijp je gewoon meer. En hij heeft het zo duidelijk uitgelegd. Ik zal anders zijn website in de beschrijving in deze video even linken. Wellicht heb je er wat aan, wellicht aan zijn video's. Hij heeft bijna alle angststoornissen gehad die je maar kan hebben. Agorafobie, hypochondrie, gegeneraliseerde angst, noem het maar op. En daar heb ik zelf echt heel veel aan gehad qua herkenning. Dus voor mij werd het een beetje duidelijk van wat er met mij misschien was. En ik weet nog wel dat hij op zijn site sessies aanbood. En een soort, ja, weet je wat het is? Ik hou niet van coaches. Ik hou niet van mensen die zichzelf coach noemen. Ik hou ook, weet je, dat verkopen. Ja, misschien begrijpen jullie wat ik bedoel. Maar bij hem had ik zo'n vertrouwd gevoel. En het voelde gewoon zo goed. En dat was echt mijn lichtpuntje van die hele periode. Dat was gewoon Geert. Dus die man heet dus Geert. Ja, ik ben dus heel zijn video's en website gaan stalken en nieuwsbrief aanmelden. En ik voelde me zo goed bij hem. Hij voelde voor mij echt een beetje als een psycholoog. Of gewoon iemand die er verstand van heeft, die het zelf heeft ervaren en die precies weet hoe het werkt en niet.
Dus hij bood een soort sessies aan. Sessies die je 16 weken lang moet doen. 4 keer in de week. Die moet je luisteren. Dat waren echt een stuk of... De ene keer waren 2 sessies. De andere keer waren 6 sessies. En je moest je dus 4 keer in de week luisteren. Het was echt heel intensief. Ga jou echt helpen bij begrijpen van alles. Tot aan wat kun je ermee. Tips, tricks, gereedschappen, weet je. Hoe je ermee om kunt gaan. En echt heel informatief. En echt, ik ben er nog steeds dankbaar voor dat ik dat heb gedaan. Dus ik kwam erachter dat hij dat aanbood. En ik ben naar mijn ouders gegaan en ik heb gezegd, ik wil dit gewoon doen. Ik heb een tussenjaar. Uiteindelijk was het trouwens geen half jaar meer dat ik ging stoppen. Maar een tussenjaar, want ik trok het nog steeds niet. En in die tussenjaar wil ik aan mezelf werken. Dus ik wil deze sessies gaan doen. Mijn ouders stonden er volledig achter. Zij vertrouwden Geert ook. Mede door al zijn persoonlijke dingen wat hij heeft verteld. En ik had er gewoon een heel goed gevoel bij. Dus ik ben zijn sessies gaan volgen en tot op de dag van vandaag ben ik daar heel erg blij mee. Ik heb van hem heel erg geleerd hoe het allemaal in elkaar zit, hoe het angstsysteem in elkaar zit, hoe de vecht- en vluchtreactie werkt. Gewoon wat er met je gebeurt voor een paniekaanval, tijdens een paniekaanval, na een paniekaanval, wat er door je heen gaat, wat er qua symptomen allemaal komen. Ik heb van hem gewoon letterlijk alles geleerd van A tot Z. En daar ben ik gewoon zo blij mee, want ik begrijp mezelf zoveel beter. Totdat we bij sessie 8 kwamen, week 8. En ik had dus al 8 weken erop zitten met 4 keer in de week zijn sessies luisteren. En huiswerk wat je erbij kreeg, of nou ja, huiswerk. Dingen waar je mee aan de slag kunt. Dus ik kwam in week 8 en ik had al heel veel geleerd. En ik kwam dus bij zijn sessie. Ik ging niet luisteren. Ik was me ondertussen aan het opmaken. Een soort van podcastachtig. Totdat die sessie ging over Geert dus. En Geert heeft zelf ook heel erg last gehad van dus paniek, angst, gewoon alles wat je maar kan. Maar ook dus was hij ervan overtuigd dat hij hersenkanker had. En heeft hij CT-scan gedaan en er kwam niks uit. En het ging dus vooral over hersenkanker en duizelingen en precies mijn trigger. Dus ik luisterde dat en ik werd helemaal naar. Dus ik ben gestopt. Ik kon het niet. Ik kon het niet afluisteren. Ik kreeg een paniekaanval ter plekke. Ik werd helemaal naar. Ik begon te zweten, duizelig, hoofdpijn, hartkloppingen, vooral dat. En nu weet ik gewoon sowieso dat het komt omdat dat mijn trigger was. Maar op dat moment dacht ik van, ik vond het gewoon naar om te horen ook. En nu weet ik dat dat mijn trigger is. Maar ik kan er nu ook heel goed mee omgaan, zoals je misschien wel merkt. Maar op dat moment kon ik er niet mee omgaan. Dus ik ben ermee gestopt toen. En ja, op dat moment voelde dat goed. Dus prima, je moet ook doen wat goed voelt voor jou. Dus ik ben gestopt met zijn sessies en ik dacht, ach joh, ik heb er 8 weken gehad. Het is helemaal goed zo. Ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Dus ik heb ook zeker alles wat hij in zijn sessies heeft besproken meegenomen. Week 3 ging namelijk, was de belangrijkste week, over voeding. En daarin heb ik heel erg geleerd om welke producten je wel en niet kan nemen. Als je last hebt van angst of stress. Of ja, vooral angst eigenlijk. Ik zou het even kort toelichten. Als jij last hebt van angst of stress, maar eigenlijk vooral dus angst, paniekaanvallen, vermijd cafeïne. Vermijd theïne. En vermijd zoetstoffen en smaakstoffen. Wellicht dat jij last hebt van paniekaanvallen nu en dat jij dat gewoon neemt. Dat jij ijsjes eet, frikandellen eet, ranja drinkt, koffie drinkt, thee met cafeïne. En dat jij je waarschijnlijk daarna of die dag erna heel naar voelt, opgefokt, paniekerig, angstig. Heel logisch. Ik zal het even kort vertellen. Cafeïne is namelijk echt een no-go voor als je last hebt van angst en paniek. Cafeïne triggert namelijk echt je symptomen en dan maakt je gewoon in je hoofd ja, een soort van waakzaam voor angst. Een soort van magneet die angst opzuigt. Of een stofzuiger die angst opzuigt. Het komt gewoon 3 keer sneller dan dat je het gewoon vermijdt. Dus vermijd gewoon cafeïne, koffie, niet drinken. Hetzelfde geldt dus voor theïne. Theïne is cafeïne, maar dat zit in thee verwerkt. Je hebt een paar cafeïnvrije theesoorten, zoals rooibos. Dus ik drink nu ook eigenlijk alleen nog maar rooibos thee of verse thee. Geert, die vertelde dus. Hij had heel zijn onderzoek gedaan. Die man heeft ook echt naar Amerika gevlogen met bepaalde psychologen en zo gepraat. En daaruit kwam dus dat je heel erg last kan hebben van zoet- en smaakstoffen. Wat toegevoegd wordt in je eten. En daar kun je dus echt hoofdpijn van krijgen. Duizelig van worden. Misselijk van worden. Het triggert dus letterlijk je angst. En toen hij dat vertelde. En hij vertelde ook echt daadwerkelijk van je gaat. Want dat was
daar die sessies voor. Een week zonder alles. Zonder wat ik net heb opgenoemd. Zonder zoetstoffen, zonder cafeïne. Gewoon detox. En ik dacht, ja, maar dat kan ik toch niet. En ik hou niet van gezond eten. Ik hou van frikandellen. Ik hou van dubbel fris. Ik hou van frisdrank, cola, drankjes. Ik hou van, weet je, noem het maar op. En dat moest ik dus vermijden. En heel blij dat ik dat heb gedaan. Ik had dat een week vermijd. En hij zei ook, in die sessies, mocht jij na een week denken, goh, onzin, helpt niet. Ga lekker door met het drinken van al die onzin. Maar ik weet zeker dat als je het een week hebt volgehouden, dan ga je er nooit meer naar terug. Ik dacht, ach, wat een onzin. Maar toch wilde ik het proberen, want ik was natuurlijk de wanhoop nabij. Niks hielp. Dus ja, dan ga je met 100% kracht en moed ga je dat doen. En ga je er gewoon aan houden. Want het kon niet anders. Zo kon het ook niet langer, dus ik moest wel. Dus ik heb dat gedaan. En tot op de dag van vandaag drink ik nog steeds geen koffie en theïne en zoetstoffen. Ik drink geen cola meer, ik drink geen ranja. Gewoon alles met zoetstoffen. Wat zijn zoetstoffen en smaakstoffen? Eigenlijk aspartaam. Aspartaam is een stofje wat toegevoegd wordt in je voeding. En veel mensen, het is eigenlijk heel stom dat het zo bestaat. Want je kan nog beter pure suiker nemen. Ook al is dat natuurlijk ook heel slecht. Dat neem ik het liefst ook niet meer. Maar goed, af en toe doe ik het nu nog wel. Omdat het nu gewoon heel goed met mij gaat. Maar destijds gewoon niet. Gewoon niks. Gewoon gezonde toer. Maar zoetstoffen, aspartaam, dat is E nog wat. Staat op, ik zou hier even in beeld doen. Dit is een code van aspartaam. En deze code staat dus op ingrediëntenlijsten. En dat is dus een zoetstof. Wat ze tegenwoordig dus doen, is suikervervanging. Eigenlijk is aspartaam suikervervanging. Alles met 0%, met light, met geen toegevoegde suikers. 0% vet, gewoon alles met die dingen. Daar voegen ze dus geen suiker toe. Maar daar voegen ze aspartaam toe. Dus die smaak en zoetstoffen. Wat dus eigenlijk nog erger is voor ons. Dus het was echt de taak om dat te vermijden. Want wat doet het nou precies? Ik ga het even kort toelichten wat ik heb geleerd. Ik ben dus, zoals ik al heb verteld, geen psycholoog, geen wetenschapper, geen arts, gewoon niks. Maar ja, ik heb wel een onderzoek gedaan. Het triggert dus letterlijk je symptomen. Het veroorzaakt je symptomen. Ik dronk gewoon cola en ik dronk gewoon dit en ik deed gewoon dat en ik at dit. En zelfs in tandpasta zit aspartaam, in sommige tandpasta en in kauwgom. Echt een hele lijst. Ik zou ook daarvan even een linkje in de beschrijving zetten. Maar zoveel producten waar dat in zit. En op dat moment moest ik dat dus gaan vermijden. Omdat het zorgt voor je hoofdpijn. Omdat het zorgt voor je misselijkheid. Omdat het zorgt voor je hartkloppingen. Letterlijk de symptomen van de angst. Wordt een soort van ook veroorzaakt door die aspartaam en de zoetstoffen wat je neemt. Dus het was de kunst om dat te gaan vermijden. Dus ik had die lijst van Geert gekregen met waar dat allemaal in zat. En ik ben dat dus gaan vermijden. En nee, ik ben niet afgevallen, want ik ben gewoon nog andere dingetjes gaan eten wat wel kon. Het was ook niet de bedoeling om af te vallen, überhaupt niet. Het was natuurlijk bedoeld om af te komen van mijn hoofdpijn, van mijn symptomen. Zodat ik gewoon weer mezelf chill ging voelen. Dus ik had dat een week volgehouden zoals moest. Ik weet nog wel wat een opluchting dat was. Ik kreeg gewoon niet meer zo'n erg duizelingen, niet meer die schokken en die tintelingen. En het voelde echt heel erg goed. Dus ik ben mij daar heel erg aan gaan houden. En tot op de dag van vandaag neem ik dus nog steeds geen cola, sinaas en noem het maar op. En ja, echt top. Ik weet ook, als ik heb laatst trouwens een slokje cola weer genomen. Omdat ik daar gewoon even zin in had. Soms denk je, ach, hè, gewoon even een slokje. Nou, heb ik gedaan. In dus half jaar niet dat hebben gedronken. Dus ik had een slokje genomen en letterlijk bam, een half uur later hoofdpijn, getrek weer. En toen dacht ik echt, wow, ik heb net cola gehad. Weet je, wow, dit ga ik niet meer doen, want als ik het niet doe, helpt het gewoon. Ik zeg niet dat dan 100% van je angsten weggaat en je paniek, maar het helpt echt een heleboel. Dat verhaal kort, ik ben dus die ingrediënten gaan vermijden en ik krijg ook heel vaak de vraag waarom ik geen koffie en zo drink. Nou, hierom dus. Nou, en op een gegeven moment toen ben ik gewoon doorgegaan met dit en gewoon op mezelf letten qua voeding. En ik heb het echt heel rustig aangedaan. Ik ben volgens mij maar één keer gaan uploaden, ook op YouTube. Geen school, gewoon chill. En op zich ging het wel weer beter. Ik bedoel, die dieptepunt in januari, december, januari, februari, zeg maar, was echt heel heftig. En ik merkte wel een stijgende lijn. Maar af en toe was er natuurlijk wel weer even een terugval. Of dat ik weer een paniekaanval kreeg. Of af en toe toch nog even die schokken en gekke dingen. En ja,
Ik had daar ook best wel moeite mee. En dan was ik vaak ook weer helemaal overstuur qua huilen. Dat ik echt dacht, jongens, wanneer stopt dit? Ik doe al zo erg mijn best. Weet je, wat kan ik nog doen? Ja, soms brak het me gewoon echt op. En toen zei iedereen om me heen ook van, ja maar Floor, weet je, je doet 3 stapjes vooruit en soms doe je weer 1 achteruit. Maar dan ga je daarna weer 2 naar voren, weet je. Het is dus ook geen lineaire lijn. Het gaat gewoon zo en dat is normaal. Maar op dat moment vond ik dat gewoon heel kut om te horen. Want ik dacht, ja, ik doe al zoveel mijn best. Weet je, hou op met me. Op een gegeven moment toen werd ik ook al in maart ongeveer vanuit de dokter doorverwezen naar een POH. En een POH is een pedagogisch ondersteunende hulpverlener. Als ik het goed zeg, vanuit de huisarts. Dus daar ben ik heen gegaan. En daar heb ik echt best wel lang ook gelopen. Ja, en bij haar kon ik gewoon mijn ei kwijt. Hadden we het erover. En ja, toen kwamen er ook wel achter gewoon verleden dingen. Dat dat allemaal niet je van het was. En ja, dat dat sowieso allemaal oorzaken kan zijn van waarom ik dit heb. Want het was vooral bij mij nog het punt van hoe kan het dat ik het heb? En hoe gaat het weg? Weet je wel, daar zat ik gewoon echt elke dag mee te struggelen. Op een gegeven moment was het zomer ongeveer en toen had ik echt wel een goede tijd. Ik voelde me op zich wel weer goed. Ik had nog steeds afwisselend wel een paniekaanval gehad. Maar ik had wel geleerd van Geert hoe ik een beetje daarmee om moet gaan. Hoe dat ontstaat. Ik kon me op zich wel relativeren. Op een gegeven moment toen kwam het wel weer terug. En had ik weer heel erg last van duizelingen en hoofdpijn en tintelingen en schokken. Dus toen was ik er echt klaar mee, want ik dacht, ja jongens, ga weg. Wat kan ik nog meer doen? Ik was al zo goed bezig ook met mijn voeding, qua ingrediënten, wat wel en niet kan. En voor mijn gevoel deed ik heel weinig, want ik had geen school, dus wat kan het dan nog zijn? Nou, dus toen ben ik weer naar de dokter geweest en nou, het was allemaal oké. Dus toen was ik wel een beetje wanhopig, dat ik een beetje dacht van, ja, raad me maar op, wat kan ik nog doen, weet je? Klaar. En toen heb ik ook echt gesprekken gehad met mijn ouders ook. En van ja, misschien moeten we dan toch maar een hersenscan gaan doen. Want dan weten we het tenminste zeker. En toen heb ik dat met mijn POH destijds ook helemaal natuurlijk erover gehad. En zij zei ook, Floor, weet je, doe dat. Als dat jou helpt om rust te geven, doe dat. En dan ben je er misschien in ieder geval niet meer van overtuigd dat je hersenkanker hebt of doodziek bent. Dus zij is toen naar de dokter gegaan, want ik dacht echt, ja, ik ga echt niet meer naar de dokter om te vragen om mijn hersenscan. Ze zal me wel weer zien, weet je wel. Kom ik weer. Ook nog om te vragen om mijn hersenscan. Die zal wel denken, koekoek. Natuurlijk heel dom om dat te denken. Maar op dat moment dacht ik dat wel, omdat ik daar elke keer ben geweest. Ik schaamde me kapot. Dus mijn POH is toen naar de dokter gegaan en hebben dat overlegd. En uiteraard mocht ik gewoon een hersenscan doen. Maar op een gegeven moment ging het wel weer goed. En had ik helemaal geen last meer van mijn duizelingen en mijn tintelingen en schokken in mijn hoofd. Ja, het ging eigenlijk verbazingwekkend goed opeens. En echt een lange tijd, echt 2 maanden lang. Dus op een gegeven moment zat ik ook bij de POH van, ja, wat doe ik hier nog, weet je? Het is voorbij, het is oké, lang leven mijn leven, ook feest. Dus zij zei ook van, ga je nog die hersenscan doen, weet je wel? Ik zeg, nee joh, weet je, ik voel me helemaal oké. En ja, het was gewoon stress en dit en dat. En het is oké. Ik hoef het niet meer. Ik heb de behoefte niet meer, want het voelt goed nu. Dus daar waren we en ben ik nog steeds super blij mee. En mijn POH ook. En op een gegeven moment was het, ja, wat kunnen we nog voor elkaar betekenen? Ja, niks, weet je. Dus toen heb ik ook mijn laatste POH-gesprek gehad en was ik gewoon klaar. Op een gegeven moment, na 4 weken ongeveer, ging het weer helemaal mis. En toen ging het weer iets anders pakken. Eerst was mijn hart, toen werd het mijn hoofd dus. En toen werd het mijn buik. En mijn buik is nog wel een voorgeschiedenis. Want vroeger heb ik al last gehad van mijn buik. En heb ik ook, echt toen ik 8 of zo was al, een paar onderzoeken daarna gehad. Van wat kan het zijn? Ze hebben parasieten, alles gewoon getest en gecheckt. Maar dat was allemaal niet. Dus ja, vanaf vroeger heb ik al een beetje geleefd met dat ik vroeger heel vaak last had van mijn buik. En dat het niks is, dus accepteer het. En ik voelde me nog steeds al die tijd, niet als het zeg maar weer goed ging, was het echt qua lichamelijk. Dus ik had geen aanvallen meer gehad. Maar in mijn hoofd voelde ik me nog steeds niet goed. Gewoon een jaar lang al niet. Ik voelde me somber. Ik voelde me gewoon niet chill. Het was nog niet hoe het hoort. En hoe het was. En gewoon nog niet fijn, weet je. Dus op een gegeven moment stond ik in de keuken. En ik was in ieder geval wel blij dat ik al heel lang geen paniekaanval meer had gehad. En al heel lang niet echt die schokken meer had ervaren. Dus het ging wel weer zo, voor mijn gevoel. Dus ik stond in de keuken te koken en mijn moeder die zat aan tafel, aan eettafel. En ik zat lekker het eten te maken en op een gegeven moment word ik mijn partijtje niet goed. Ik weet niet, ik stopte gewoon met koken en ik werd
helemaal naar. Alsof ik ging flauwvallen. Ik kreeg zieke buikpijn. Niet te doen. En heel misselijk. Echt heel misselijk. En ik had mezelf helemaal onder de knie. Ik kon mezelf helemaal relativeren. Ik heb een paniekaanval onderdrukt. Maar toch had ik heel erg last. Ik had geen paniekaanval. Ik had het allemaal gereserveerd en onderdrukt. Maar toch had ik pijn. Dus ik zat mezelf te relativeren. En ondertussen die pijn. En op een gegeven moment toen trok ik het niet meer. Dus ik liep weg bij de pan. En ik zeg tegen mijn moeder: mam, het gaat niet goed. Ik voel me niet goed. En toen ben ik neergezakt. En toen zat ik op de grond met echt van schaal 0 tot 10, 10 buikpijn. Misselijkheid. Gewoon, ik zeg: mam, ik moet overgeven. Pak een emmer, weet je. En mijn moeder was helemaal in paniek. Oh nee, gaat het? Gaat. Oh, je bent zo'n wit, Floor. Je bent like wit. Het is niet oké. En ik dacht: mam, rustig, weet je. Maak me niet gek. Ik ben mezelf aan het relativeren. Ik was echt heel kalm. Ik was heel rustig. Dus ik zei: mam, pak even een emmer. Nou, dus ze had een emmer gepakt. Dus ze trok mijn trui zo uit. Want ik was helemaal aan het zweten. En tegelijkertijd was ik heel wit. Dus ik zat daar in mijn BH met een emmer. Zat ik denk kwartier op de grond. Nou, en op een gegeven moment dacht ik: nou ja, het zal wel weer. Het is oké, weet je. Nou ja, toen zei ik en mijn moeder van... Mijn moeder: ja, Floor, kan je hier niet laten zitten. We gaan even naar de bank. Dus zij heeft me opgetild, zijn we naar de bank gegaan. En terwijl we naar de bank liepen, zei ik weer: ja, pak een emmer. Het gebeurt weer, komt weer, weet je. Blah. Maar ik moest niet overgeven, maar... het voelde alsof ik moest overgeven. En die buikpijn en misselijkheid. Dus ik zat op een gegeven moment op de bank. En ik dacht: misschien heb ik wel gewoon te weinig suiker gehad of zo. Dus mijn moeder had een beschuitje met suiker gemaakt. Dus even skip die ingrediëntenlijst van Geert. Ik moest en zou even suiker nemen, want ik had het gevoel dat ik moest flauwvallen. En vaak moet je dan even een suikertje nemen. Dus ik at gewoon twee beschuitjes met suiker. Ondertussen had ik al mijn vriend geappt van: nou ja, ik weet niet wat er gebeurde. Het is oké, ik ben kalm. Maar ik zakte wel in elkaar en het was even vaag. Nou, en toen een half uur later na mijn beschuitjes ging het eigenlijk wel weer heel goed. En ik voelde me wel weer prima. En ik dacht: nou ja, ik weet niet wat er net gebeurde, maar... het zal wel, weet je. Het gaat goed, oké. Het is oké. Mijn vriend was er al aankomen rijden. Echt super lief als verrassing. Nou ja, hij was eigenlijk heel ongerust. En ik zei: het is oké. Ja, echt een schat. Toen kwam hij daar. Ik weet nog wel. Toen dacht ik echt: oh, wat lief. Toen ben ik gewoon weer doorgegaan met mijn leven. En mijn leven is ondertussen al heel erg aangepast. Ik leef al heel anders dan een jaar ervoor. En dat heb ik toen ook al, zeg maar, geprobeerd door te voeren. En op een gegeven moment, twee weken later of zo, kreeg ik weer echt precies die pijn. Tijdens het snijden van de avocado. Dus dat is aan elkaar gelinkt. Die misselijkheid en die avocado. Dus ik kan ook geen avocado meer zien. Ik vind het helemaal vies. Slaat nergens eigenlijk op. Zit dus echt hier, maar goed. En ik voelde me dus niet goed. En toen dacht ik: weet je, ontspan. Waarschijnlijk weer iets te veel. Hooi op me voorgenomen. Ik ga even in bad. Dus ik ben in bad gegaan, volledig ontspannen. En in de hoop ook dat de warmte een beetje zou helpen bij de buikpijn en de misselijkheid. Nou, en dat ging eigenlijk wel lekker. Ik zat in bad, het ging wel weer oké. En ik stapte uit en echt, bam, 10 keer zo erg. Weer niet oké. Het was echt niet oké. Dus op een gegeven moment dacht ik: nou ja, rustig, rustig, weet je. Je doet weer je riedeltje. En ik ging me opmaken, want ik zou gaan filmen, video filmen. Het stond er allemaal klaar. En ik was me aan het opmaken en... die buikpijn echt steken van hier tot Tokio. Dus ik, nou ja, raakte niet in paniek. Maar het deed wel heel veel pijn. Dus ik was ondertussen weer mijn vriend en zo aan het appen. En mijn vriendin tegelijkertijd ook. En mijn nagels waren helemaal blauw geworden. En mijn tenen waren helemaal blauw geworden. En ik dacht echt: oh, wat is dit nou weer? Ik had het al helemaal losgelaten. Weet je wel, die gedachte van dat er ziektes en dat ik ziek ben. En dat soort dingen. Dus ik was al heel goed op de goede weg. Totdat dat allemaal weer gebeurde. Toen dacht ik: ik heb weer iets. Het is niet normaal als je nagels blauw worden, weet je wel. Ik maakte mezelf weer een beetje gek. En nou, ik was zo misselijk en zo zichtbaar dat ik kruipend naar de wc ging. Dit klinkt misschien heel overdreven, maar het is wel echt de realiteit. En dat ik zo dus echt een half uur over de wc ben gaan hangen. En gewoon echt dacht: ik moet kotsen. Maar overgeven, sorry. Maar dat kwam niet. Ondertussen had mijn vriendin en mijn vriend ook gezegd. Mijn vriend is ook verpleegkundige. Dus die had me echt heel goed geholpen. Weet je, pak bouillon en dit. En ga even rustig zitten. Water en En nou, dat had ik gedaan. Hielp niet. En ik op een gegeven moment kon ik niet meer staan van de pijn. Dus toen zat ik bij de wc. En nou, mijn vriend zei: ja, Floor, what the fuck. Dit kan zo echt niet. Dus toen zei hij: je moet naar de dokter. Dus ik zei: nee, ik ga niet naar de dokter. Het is oké. Het is waarschijnlijk toch niks. Ik ga niet weer naar de dokter voor niks. Snap je? Dus ik dacht: ach, gaat zo wel weg. En op een gegeven moment werd het erg en erg. En ik kon gewoon op een gegeven moment dus niet meer staan van de pijn. Toen dacht ik wel van:
ja, dat is niet goed hoor. Maar toch dacht ik ga niet naar de dokter. Dus mijn vriend had natuurlijk al die moeder en zo, of mijn schoonmoeder al gezegd van Floor dit en dit en huhuhu. En mijn schoonmoeder is ook dokterassistent, dus die zei ook ja, ze moet gewoon naar de dokter. Dus ik dacht oké, ik ga al naar de dokter. Als iedereen het zegt, ga ik naar de dokter. Maar ja, het volgende probleem, ik kon niet staan. Dus laat staan fietsen of auto rijden. Dus ondertussen toen ik lag, zat ik te bellen met de dokter van helemaal van de pijn. Ik kon gewoon bijna niet meer praten, niet meer staan, gewoon niks. En ja, ik moet nu komen. Er is iets niet goed of zo. En ik heb buikpijn, misselijk. En de dokter zei van, nou, kom meteen. Zonder afspraak, gewoon meteen. Dus ik dacht, ja shit, hoe ga ik dit doen? Want ik kan niet eens staan. Laat staan auto rijden. Zo is mijn vriend gekomen. Heel erg lief. En dat wou ik eigenlijk niet. Ik wou het allemaal zelf doen, weet je. Want straks dan is het weer niks. En dan is hij weer helemaal gekomen voor mij. En ik voelde me alweer helemaal bezwaard. En schuldig. Maar goed, hij kwam. En toen ik in die auto zo zat, ik had mijn broek zo van mijn buik afgehouden. Zo pijn deed het. Ik zat daar helemaal. En terwijl ik daar zat, dacht ik echt, oh, ik ben dankbaar dat ik deze mensen om me heen heb. En dat die voor mij naar de dokter willen rijden. En wat fijn eigenlijk. Want ik had het nooit zelf gekund. Dus nou ja, ik bij de dokter, helemaal au au au. En nou, de dokter ging voelen en doen en praten. En nou, een beetje misschien vies, maar ze voelde allemaal poep. En het zat allemaal niet goed daar. En dus daar kwam het van. Ik, ja, het is misschien een beetje too much information. Maar ja, het is gewoon realiteit. Ik poepte ook maar 1 keer in de 3 dagen ongeveer. Of 4 dagen, ik weet het soms niet eens. En dat, ja, ik wist ook niet dat dat niet normaal was of zo, weet ik veel. Als niemand tegen je dat zegt, ja, pff, ik heb het al heel mijn leven. Dus dat verklaart misschien ook dat ik vroeger altijd al last had van mijn buik. Nou, dus dat was allemaal niet oké. En nou, ik moest aan de laxeermiddelen. Dus dat ging er van langs. Elke, echt 6 keer op een dag, gewoon vreselijk. Maar goed, toen ging het eigenlijk op zich wel weer goed. En nog een paar keer echt wel last gehad, maar dat kan natuurlijk ook van die laxeermiddelen komen. En nou is het ook afgebouwd naar vezels, dus ik heb gewoon vezelzakjes. En het gaat echt prima en ik heb er gewoon geen last meer van gehad. Dus dit is ook gelijk een boodschap naar jullie. Stel je voelt iets. Het kan A zijn, maar het kan ook B zijn. En ik had verwacht dat dit met mijn buikje zo ook echt heel erg was van stress en angst. Maar dat hoeft dus niet. Ik had obstipatie, dus dat het een beetje verstopt daar allemaal zit. Weet je? Dus ga altijd naar je dokter. Dit verklaart een heleboel. Ik ga nu ook gewoon naar de dokter. Ik schaam me niet meer om naar de dokter te gaan. Het is oké om naar de dokter te gaan. En dit verklaart ook dat je naar de dokter moet, want anders had ik er nu nog steeds last van. En ik heb er gewoon iets voor gekregen en nou gaat het gewoon goed. Het is eigenlijk vanaf toen heel erg goed gegaan, tot nu. Ik heb denk ik in juli of augustus mijn laatste paniekaanval gehad. Dus dat is september, oktober, november, december, januari. Al 5 maanden niet, afkloppen. Ik ben er echt heel trots op. Ik leef niet meer met angst. Ik leef ook niet meer met overtuiging dat ik ziek ben. Ik heb het losgelaten en het is echt een verademing. Nog steeds weet ik mijn triggers. Ik heb echt in deze afgelopen tijd geleerd wat mijn triggers zijn. Eigenlijk heb ik 1 grote trigger en dat is ziekte. Als ik een programma gewoon chill zit te kijken en opeens diegene is ziek geweest of die is dood neergevallen of dit of dat, dan voel ik me gelijk heel naar en dan weet ik ook waar het van komt. Dus ik heb ook een GGG 5G-schema of zo. Van, ik zit nu trouwens ook bij een psycholoog. Ben ik helemaal vergeten te vertellen. Maar toen ik dus weer last kreeg. Ik was dus weggegaan bij de praktijkondersteuner. En toen ik weer last kreeg, ben ik dus teruggegaan naar haar. En zei, ik heb toen met haar een gesprek gehad van, goh, het kan niet zo langer met elkaar. Dus toen is ze mij doorverwezen naar een, ja, soort GGZ-instelling. Ik weet het ook allemaal niet. Maar in ieder geval bij een psycholoog zit ik nu. En daar zit ik nog steeds. Ook al gaat het best wel eigenlijk prima. Ik heb het eigenlijk heel goed onder controle. In hoeverre dat kan. En toch hou ik het er gewoon naast. Want ik vind dat gewoon belangrijk. En erover praten. Ja, het is gewoon oké, weet je. Dus ook al gaat het nu super goed de afgelopen maanden, blijf ik daar wel bij. Want ik vind dat gewoon fijn. En zo moet dat, zo hoort dat ook te zijn. Maar goed, daar zit ik dus nog steeds. En ik heb dus ook die 5G-schema's toen een paar keer moeten invullen. En dan moet je je gevoel, je gedachten, nou ja, je kan het vast vinden op internet. Of bespreken met je huisarts of psycholoog. Maar daarin kon ik dus een beetje de oorzaken, ja, achterhalen van hoe kan het dat ik me niet chill voel. Want als ik me nu niet chill voel, weet ik precies waar het van komt. Of ik heb iets gekeken, een serie of een tv-programma. Of ik zat op Instagram verkennen en iemand was ziek. Of iemand, er was iets met ziek.
dan voel ik me gelijk niet fijn, voel ik me naar en dan weet ik precies waar het van kan. En dan kan ik het ook relativeren van het is oké. Dit komt omdat je net dit hebt gezien of omdat je dit hebt gehoord. En dat is je trigger, dus je weet waar het vandaan komt. Het is oké dat je je nu zo voelt. En je hebt dat niet. Dat diegene dat heeft of heeft gehad en daar last van heeft, betekent niet dat jij gelijk doodziek bent en daar last van hebt. Weet je? Het is oké. Dus projecteer dat niet op jezelf. En dat heb ik mezelf dus ook echt geleerd. Ik ben dus nu volledig af van mijn... Nou, niet volledig van mijn angsten, maar in ieder geval van mijn paniekaanvallen. Ik ben ook volledig af van mijn gedachten. Ik heb echt een knop omgezet. En ik hoop dat vast te blijven houden. Je weet het nooit. Maar ja, ik ben echt wel op de goede weg. Als ik dat voor mezelf kan vertellen. En ik ben ook... Ik snap het. En het heeft allemaal... De puzzelstukjes zijn in elkaar gevallen. Wat ik in die jaarlang tijd niet heb gehad. En daar ga ik straks ook op in. Daar ga ik in andere series, in video's zeg maar, van deze serie ook op in. Tips, weet je wel, hoe je daarmee om kan gaan. Maar dit is puur nog even mijn verhaal. Dus dat komt allemaal nog, stay tuned. Ja, ik weet gewoon waar het van komt als ik me niet chill voel. Of ik heb te veel gedaan. En dat kan echt heel snel in deze maatschappij. Is het allemaal best wel werken, werken en gewoon doorgaan. En ik heb wel het gevoel dat er een soort verschuiving plaatsvindt. En dat vind ik alleen maar heel erg mooi. Van bewustwording en jezelf, naar jezelf luisteren. Naar je lichaam luisteren. Want ik weet als ik me nu niet chill voel of ik heb hoofdpijn. Ik weet precies hoe het voelt en ik weet ook precies waar het vandaan komt. Of ik had dus een trigger gezien of ik heb te veel gedaan. En dat kan zijn een video filmen en daarna editen. Dat kan voor mij al te veel zijn. Dus ik film het zoals nu. En dan is het ook oké. Ik weet dat het filmen van dit verhaal ook super intensief is. Dus ik weet ook dat ik daarna niks meer moet doen. Zelfs te veel op je mobiel. Ik zit 10 uur op een dag op een mobiel. Het is echt verschrikkelijk. Dat zit ik nu al te minderen trouwens. Maar zelfs dat kan jouw symptomen geven. En zelfs dat kan jou die onrustigheid geven. Dus ik ben echt helemaal in het wereldje gedoken van meditatie, van boeken lezen, van self-care. Maar dan op een goede manier. Want als jij last hebt van paniek en zo, dat deed ik ook. Ging ik vaak een filmpje kijken of het wegschuiven. Maar het is juist zo belangrijk om het te accepteren. Dus als je het aan jezelf merkt van, oh, ik heb die hartkloppingen. Niet te denken van, goh, oh, dit is niet goed. En ik krijg nu een hartaanval. Waarom gebeurt mij dat nou weer? Nee, dat zijn dus de verkeerde gedachten. En dat ga ik straks uitleggen waarom. Maar je moet juist dus denken, het is oké. Ik voel dus nu dat mijn hart heel hard klopt. Fijn dat die klopt. Ik bedoel, ik voel het. Het zal wat zijn als hij niet klopte. Dus het is fijn dat ik hem voel kloppen. En het is oké, weet je. Accepteer het. Denk over na. Wuif het niet weg. Ga geen filmpjes kijken. Maar laat het dus toe. Het is oké dat ik dit voel. Ik denk er nu over na dat ik het voel. Maar het is wel oké. En laat het dan weer los. Nadat je het hebt geanalyseerd en nadat je het bewust hebt gemaakt. Maar goed, daarover dus in andere video's meer. Ik ben echt, anders wordt deze video knetterlang. Want hij is volgens mij al knetterlang. Maar ik wil het zo duidelijk mogelijk vertellen, mijn verhaal. En niet van hak op de tak, omdat het dan misschien moeilijk te begrijpen is. Dus ik wil jullie echt in meenemen. Dan zijn we nu bij deel 3 aangekomen. Dit was volgens mij wel echt mijn verhaal. Misschien ben ik op dit moment iets vergeten, maar volgens mij heb ik echt wel alles bijna gehad. Dus dan gaan we door naar deel 3. En deel 3 is even een kleine uitleg hoe het nou allemaal werkt. Want pas als je dit begrijpt, kun je er iets mee doen. We komen nu aan bij deel 3. En deze ga ik kort maar krachtig even behandelen. Want het is gewoon vet belangrijk. En ik kan niet wachten om in een andere video dit te behandelen. Omdat het gewoon belangrijk is. En dat jij er misschien wat aan hebt al. Namelijk een stukje uitleg over paniekaanvallen. Sociale fobie. Agorafobie. Hypochondrie. Angststoornissen. Gewoon allerlei angststoornissen. Stress eigenlijk. Precies hetzelfde. Leg ik uit door middel van dit schema. Nou, op het moment dat je angst begint te voelen gewoon in je lichaam, dan ga je gelijk denken, oh, weet je wel, oei, waar komt dit vandaan? Wat is het? Dit is niet goed. En wat overkomt mij nou weer? En waarom gebeurt mij dit altijd nou? En wat kan dit toch zijn? En je gaat jezelf dus helemaal gek maken door middel van de gedachten, de vraagtekens. Je gaat dus eigenlijk allerlei symptomen voelen. En denk dus aan de trailer, mijn intro, die als allereerste video online is gekomen. Die symptomen, onder andere, het kan voor iedereen anders zijn, maar dat begin je dus te voelen. Nou, door al die symptomen ga je naar je huisarts. En dat is natuurlijk ook iets wat je altijd moet doen. En die vertelde dus tegen mij dat er niks is. Dus ik ging gelijk denken, ja maar wat is het dan? Door al die vragen die je jezelf dus gaat stellen als jij iets voelt, maak je jezelf dus helemaal gek. Op dat moment lanceer je dus ook de vecht- en vluchtreactie. En dit is eigenlijk een heel klein of makkelijk verhaal van een tijger. Stel er staat een tijger voor je, dan schrik je, dan word je bang.
als er een tijger voor je staat, dan wordt een vecht- en vluchtreactie gelanceerd. En dat zegt letterlijk, of je gaat vechten tegen de tijger, wat ik dus niet zou proberen, want dan ga je dood, waarschijnlijk. Of je gaat vluchten. Dat is dus de vecht- en vluchtreactie. De vecht- en vluchtreactie die lanceert allerlei adrenaline door je lichaam, waar je dus een reactie van krijgt. Vechten of vluchten. Eigenlijk dus de vecht- en vluchtreactie, denk aan het tijgerverhaal. Je gaat natuurlijk niet denken, als er een tijger voor je staat, ik begin hartkloppingen te krijgen en wat begin ik te zweten. En nee, dat doe je niet, want er staat een tijger voor je. Vind je het even heel gek dat je gaat zweten en dat je hartkloppingen krijgt en dat je bang wordt? Dat is dus heel normaal. Maar zodra wij in de winkel bijvoorbeeld lopen met een winkelwagen en we beginnen opeens dan die gevoelens te krijgen en die symptomen dus te krijgen, dan kunnen wij niet tegen onszelf zeggen van nee, dat is normaal, want hè, je hebt de vecht- en vluchtreactie gelanceerd. Nee, want wij zien die tijger niet. Waarom krijgen we het nou in een winkel? Hoezo krijgen we het hier? En dan ga je dus die gedachtes lanceren van, hoe kan dit nou? En hoezo voel ik me nou zo? En waarom gebeurt het altijd bij mij? En eigenlijk is dit best wel simpel te verklaren. Jouw lichaam kan geen, eigenlijk je brein, die kan geen onderscheid maken tussen wat echt is en wat niet helemaal echt is. Oftewel, wat echt is, de tijger. Of wat niet echt is, de gedachtes die je tegen jezelf zegt. Als jij tegen jezelf gaat zeggen, dit is niet goed. Stel, het gebeurt weer en waarom krijg ik dit nou altijd? Maar dit is niet goed en misschien ga ik wel dood. Als je dat tegen jezelf zegt, is je brein er dus eigenlijk al van overtuigd van, goh, dit is niet goed, het is echt. Dus jouw brein die kan niet de onderscheid maken tussen wat wel echt is en niet. Omdat je dat elke keer tegen jezelf zit te zeggen van, nee, dit is niet goed. Nou, stel je lichaam zou die vecht- en vluchtreactie niet lanceren. Dan sta jij straks voor een tijger en dan denk je misschien wel van, goh, wat een lieve tijger. Die is wel heel zacht. Misschien ga ik hem even aaien, weet je. Maar dat doe je niet, want het is een tijger. Waarschijnlijk als jij hem gaat aaien, gaat je hand eraf. Dus het is heel normaal dat jouw lichaam die vecht- en vluchtreactie lanceert. Want het wil je simpelweg gewoon beschermen. Het is eigenlijk een overlevingsreactie. Je hebt een symptoom. Bij wijze van spreken hoofdpijn, duizelingen, hartkloppingen. Dan krijg je dus die vraagteken, oftewel gedachtes. Je gaat tegen jezelf zeggen, oh, ik voel me niet goed. Het begint hier te kloppen. En wat is dit nou? En straks ga ik dood. Die gedachtes wat je tegen jezelf zegt, lanceert dus de vecht- en vluchtreactie. Die vecht- en vluchtreactie zorgt dus voor dat er allerlei adrenaline door je lichaam giert. Het is eigenlijk een vals alarm, want jouw lichaam die denkt dus dat hij voor een tijger staat. Maar dat is niet zo, maar dat denkt je lichaam wel. En omdat jij jezelf, nou ja, blijft gek maken van ja, dit is niet goed, het is niet oké. Krijg je alleen nog maar meer symptomen, want jouw lichaam denkt, jij reageert niet op de adrenaline die ik jou geef. Je gaat niet weg, je doet niks, je blijft staan. Ja, maar hoor eens even, als jij dat voor een tijger doet, word je opgevreten. Dus ik moet jou even meer symptomen geven, zodat je wat meer gaat doen. Dus die adrenaline geeft jou nog meer symptomen. Dus dan ga je pas echt denken van, oh, maar wacht even hoor. Net dacht ik misschien nog, nou, misschien is het wel wat, misschien niet. Maar nu, die symptomen, oh nee, dit is echt zeker niet goed. Nou moet ik echt per direct naar de huisarts of naar de ziekenhuis, naar de dokter, want ik ga zo dood neervallen. Nog meer vraagtekens, nog meer gedachten dus die je tegen jezelf gaat zeggen. Wat is ervoor zorgt dat jouw lichaam nog steeds denkt van, joh, je doet er nog steeds niks mee, je staat nog steeds voor een tijger. Ik heb je al zoveel symptomen gegeven, maar je doet er gewoon nog niks mee. Nou, dan krijg je nog meer symptomen, want misschien doe je dan wel wat. En zo is dus eigenlijk het cirkeltje rond. De tijger in dit verhaal is dus eigenlijk jouw gedachtes. Jouw gedachtes zijn, is de tijger. Het gevaar zijn dus je gedachtes. Als het klokje rond is, zoals je hier ziet, heb je een paniekaanval. En deze paniekaanval hier kunnen we voorkomen. Het is echt heel erg lastig. Ik heb er zelf ook heel lang over gedaan om dat een beetje door te krijgen. Maar als je dit systeem begrijpt, kan je het op een gegeven moment echt heel vaak oefenen. Kun je hem voorkomen. Als het klokje dus rond is geweest, dan heb je dus een paniekaanval. En vaak na een paniekaanval ben je kapot. Ben je echt moe, ben je helemaal klaar. En dat is dus ook heel normaal. Dus het is niet gek als jij last hebt van angst en stress en paniekaanvallen, dat je gewoon helemaal kapot bent. Want jouw lichaam die heeft letterlijk hetzelfde gewerkt als hoe jij zou werken als je met een tijger vecht. Nou, dan ben je ook helemaal kapot. Ook nu ben je kapot. Gewoon tijdens een paniekaanval en na een paniekaanval. Dat is dus eigenlijk heel erg normaal en eigenlijk ook heel erg logisch. Nou, dit is dus de cirkel, de fight or flight, de vecht- of vluchtreactie. En eigenlijk, dat maakt dus het ook heel erg lastig, is het dus onze eigen fout dat wij die lanceren. En we doen het zelf en daarom kun je het dus eigenlijk ook heel makkelijk stoppen en voorkomen. En dat doe je dus door, als jij je symptomen opvoelt komen, dus de allereerste keer van, oh, ik voel me even niet chill, mijn hart gaat weer tekeer, of wat de symptomen ook zijn,
door de gedachten weg te nemen en gewoon niet te laten komen. Heel simpel gezegd, I know, het is heel erg lastig, maar zo doorbreek je wel het schema en gaat het cirkeltje niet rond. Nou, een paar technieken die je kunt gebruiken om deze stap dus voor te zijn, dus om niet de vecht- en vluchtreactie volledig te lanceren. Stel jij voelt de symptomen opkomen en je wilt dus niet de gedachten de rol laten overnemen, want dan wordt die vecht- en vluchtreactie helemaal gelanceerd. Heb ik een paar technieken, wellicht dat het jou helpt. Dit zijn tips die mij wel hebben geholpen. Als het niet helpt, dan niet, maar misschien heb jij er wat aan. Leg als allereerst dit systeem op een vriendelijke wijze aan jezelf uit. Stel een kind die valt en heeft pijn en die bloedt of er is iets aan de hand, dan zeg je ook niet tegen dat kind van ja goh, het is niet goed hoor, je gaat dood, je gaat gewoon doodbloeden, je moet nu naar het ziekenhuis. Dat zeg je niet tegen een kind. Je zegt waarschijnlijk van goh, we plakken er even een pleister op, komt goed, hier heb je een snoepje, weet je, heel lief, heel vriendelijk. Leg op die manier hoe je het tegen een kind zou vertellen, dit systeem, ook op die manier zo vriendelijk mogelijk aan jezelf uit. Dus je gaat jezelf leren begrijpen, hoe werkt het nou eigenlijk? Tip 2 is aanvaard je symptomen. Heel lastig, dit is misschien het lastigste van allemaal, maar zeg tegen jezelf het is oké. En geloof daar dan ook 100% in. Als je het niet gelooft, dan werkt het ook niet. Dus het is oké dat ik dit nu voel. Het gaat wel weer weg, maar het is oké. Tip 3. Ga jezelf niet verzetten. Je gaat ook niet tegen de stroming inzwemmen, want dan word je alleen maar moe en uitgeput van. Go with the flow, het is oké. Dus weer die het is oké. Dan tip 4. Gebruik humor. Zoals ik net misschien in mijn verhaal al verteld van goh, ja, je hart begint te kloppen. In plaats van dat je zegt, oh, dit is niet goed, kun je ook vertellen van goh, tegen jezelf, geloofwaardig. Wat fijn eigenlijk dat mijn hart klopt. Ik voel hem kloppen, dus het werkt in ieder geval nog wel. Gebruik dus humor. En de allerlaatste tip, tip 5, die ik vaak gebruik, is ademhaling. Op het moment dat ik mij onrustig voel, dat ik symptomen begin te voelen, leg ik de focus op mijn ademhaling. 3 seconden in door je neus en 6 seconden uit door je mond. En dan probeer ik mijn hand op mijn borst en mijn hand op mijn buik te leggen. En dan probeer ik echt de ademhaling naar mijn buik te brengen en niet naar mijn borst. Dus gewoon even rust. Stel dat je per ongeluk wel de gedachten laat doorkomen en dat het dus wel gaat activeren, die hele cirkel. Dat je dus een paniekaanval krijgt. Het is oké. Heel vaak gebeurt het in de eerste paar keer. Bij mij is het ook niet gelijk goed gegaan. Je moet oefenen. Net zoals dat je met alles moet oefenen. Het is oké dat dat gebeurt. Maak jezelf dus niet gek van, oh, waarom lukt mij zelfs dit niet? En blah. Het is oké dat dit gebeurt. Het is heel normaal. Het gaat echt niet in één keer lukken. Oefening baart kunst. Besef het in ieder geval gewoon. Merk het op dat je dus je gedachtes de rol hebt laten spelen. De hoofdrol. En dan kun je het de volgende keer proberen om het, nou ja, niet te doen. Dus besef het en laat het los. Dan komen we alweer aan bij het laatste deel van deze video, namelijk de afsluiting. Ja, het is echt een mega lange video volgens mij geworden. Ik heb namelijk al een paar keer de batterij moeten opladen. Ik vind het belangrijk om de allereerste video met mijn verhaal zo dus zo duidelijk mogelijk te hebben. Allereerst wil ik wel even zeggen dat ik het super goed vind dat je deze video tot nu nog helemaal hebt bekeken. Waarschijnlijk ben je ook een drempel overgegaan dat je dit niet zo snel ook zou doen. En waarschijnlijk heb je ook de hele video misschien wel heel oncomfortabel gevoeld. Heb je gevoelens gekregen die je niet chill vond. Maar weet dat dat dus normaal is. Net zoals, ja, denk aan mij met Geert. Dat ik die sessies gewoon op een gegeven moment niet meer kon afluisteren. Omdat ik het zo confronterend vond. Het is oké. En ik vind het alleen maar knap dat je tot nu toe hebt geluisterd. Dan het allerbelangrijkste. Herken jij je in mijn verhaal? Herken jij een stukje uitleg die ik nog even heb gegeven? Ga dan naar de dokter. Ga naar je huisarts. Ga naar iemand die je vertrouwt en praat erover. Echt, met de grond van mijn hart, doe het gewoon. Het hoeft niet te betekenen, ik wil niemand bang maken, maar stel jij hebt bepaalde gevoelens, link het niet gelijk aan angst, want het hoeft niet angst te zijn. Het kan ook gewoon nog iets anders zijn. Dus daarom ga altijd naar de dokter, laat het onderzoeken. En nou ja, mocht er dan op de conclusie komen dat je waarschijnlijk last hebt van een angststoornis of gewoon van angst, stress, ja, dan kan deze video jou gewoon heel erg helpen. Maar ga gewoon echt met iemand erover praten en ga naar de dokter. Hoef je er totaal niet voor te schamen dat je daarvoor naar de dokter gaat. Het is normaal. Ik heb het ook zo gedaan. En ik vind het alleen maar knap als je dat doet. Dan sta je echt sterk in je schoenen. Mocht je vragen hebben nu aan het einde van deze video, mag je ze altijd aan mij stellen. Maar ik ben geen psycholoog. Ik ben geen wetenschapper, geen arts zoals ik dat net allemaal heb verteld. Ik ben gewoon een 19-jarige student die toevallig last heeft hiervan. En ik heb tuurlijk wel ervaring gedaan in mijn, ja, mijn proces. Maar dat hoeft niet ook zo voor jou te zijn. Dus heb je vragen of voel jij de druk om erover te willen praten? Dan raad ik je aan om naar een arts te gaan. Dus of
om iemand in vertrouwen te nemen en wel gewoon stappen daarin te nemen. Want ja, ik ben geen arts en ik kan jou helaas niet daarin helpen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk in Nederland gewoon psychologen en daar kun je gewoon je ei kwijt en dan wordt dat, komt dat gewoon goed. Nou, elke maandag is er dus een Mental Monday video. Dit was de allereerste. Ik wil namelijk de taboes hierover doorbreken. Ik wil het bespreekbaar maken. Lijkt me heel mooi als dat kan. En ik wil vooral herkenning creëren voor de mensen die er natuurlijk ook last van hebben. Want Geert was voor mij de herkenning. En door Geert ben ik echt, ja, lof Geert. Ik ben door hem echt, ja, gewoon, er kwam zo last van mijn schouders dat ik dacht, oh, ik ben niet gek en ik ben niet alleen. Weet je, heel veel hebben hier last van. Dus ja, daarvoor is deze video bedoeld. En ik hoop gewoon dat jij hier wat mee kan en dat jij hier wat uit kan halen. Dus vandaar Mental Monday. We gaan taboes doorbreken en we gaan elkaar helpen, want we kunnen dit. Volgende week ga ik verder op alles in, op vragen die ik van jullie heb gekregen, op allerlei andere onderwerpen. En ga ik er ook wat dieper allemaal op in. Dus stay tuned en you can do this. En tot die tijd, blijf erover praten. Zoek hulp. Ja, praat erover met iemand die je vertrouwt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik vind het heel knap als je het hebt bekeken omdat je er zelf last van hebt. Dat vind ik echt heel goed van je. En ja, zoals ik zeg, neem stappen. Doe wat. Het komt goed. Uiteindelijk is het ook iets wat je zelf moet doen, maar daarbij kun je echt hulp gebruiken. Dus het is volkomen normaal om naar de huisarts te gaan of naar een psycholoog. En mocht jij er geen last van hebben, hoop ik dat je een beetje een beeld hebt gekregen van hoe het is. Nou ja, en heb je toch gekeken terwijl je er geen interesse in had, hoop ik dat je er toch interesse in hebt gekeken en anders, of van hebt gekregen en anders gewoon niet kijken. Dus dat is deze video. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie tot maandag bij een nieuwe Mental Monday video. Namelijk vragen van jullie beantwoorden. Doei doei!